Take two! Hey jongens, ik ben weer Dennis, ik heet Renske en vandaag hebben jullie een nieuwe Call of the Ghost commentary. En vandaag is het, zoals ik zei, take two. En wat ik daarmee bedoel is dat ik net al een keer deze commentary wou inspreken. Ik was halverwege en toen ging de telefoon. En in principe is dat niet zo'n groot probleem, alleen er was niemand thuis. En dan zul je altijd zien, dan ben je alleen thuis. En dan komt het even niet uit en op dat moment gaat de telefoon af en dan blijft die rinkelen. Want die mensen denken ook niet na een anderhalve minuut van, goh, laat ik eens ophangen. Nee, die blijven gewoon doorbellen. Dus ik denk, nou oké, dan stop ik met de commentary, dan ga ik wel even de telefoon opnemen. En dan ga ik wel weer verder. Maar toen dacht ik van, ja, dan hoor je die overgang weer. Want als je gaat knippen, dan hoor je altijd die overgang van die stemmen. En dat vind ik niet fijn. Dus ik denk, nou, ik begin weer helemaal overnieuw. Dus bij deze, het is een domination match op Whiteout. Het is met de AK-12, met de Sanister en met Grip. En voor de rest, de perks die ik heb, dat weet ik niet. Maar ik heb wel specialist erop zitten, dat weet ik wel. En voor de rest, een speciale camo. En heel veel mensen weten nog steeds niet hoe deze camo heet en hoe je hem kan krijgen. En ik heb dat al meerdere keer verteld, maar ik vertel nog één keer. En hopelijk dat het bij deze, vanaf vandaag, dat het dan duidelijk is. En ik durf te wedden dat als ik deze camo morgen gebruik, dat gewoon precies dezelfde vraag gewoon morgen weer komt. Maar ja, helaas. In ieder geval, deze camo die krijg je wanneer je de Season Pass hebt. En ik weet niet of jullie weten wat een Season Pass is, maar... als je een Season Pass koopt, dan betaal je 50 euro en dan krijg je volgens het hele jaar lang al die DLC's en dan hoef je ze niet apart te kopen. En je bespaart daarmee 10 euro, want als je alle DLC's apart koopt, dan kost dat uiteindelijk 60 euro. Season Pass kost 50 euro. Dus je bespaart 10 euro en vervolgens krijg je al dat extra content, waaronder dus deze camo. En volgens mij ook nog een Ghost Masker, waar je erbij kreeg voor in-game dan natuurlijk. En ja, op zich leuk, ik doe dat altijd wel, die Season Passes, want ik weet toch dat ik alle DLC's koop. En als je dat van tevoren weet, dan zou ik dat wel doen. Bij het begin kost het natuurlijk wel veel geld, want je koopt die game. Die kost 65 euro of zo, of iets meer. En vervolgens dan ook nog die Season Pass, dat is ook weer 50 euro. Dus je betaalt wel veel geld in het begin. Maar dan hoef je uiteindelijk ook geen geld meer aan een game te besteden. Tenzij je al die microtransacties ook nog wil kopen. Zoals die wolf en die lelijke camo's en zo. Dus dat staat er, dus daar zit er niet bij, dat staat apart. Dus alle mappen die zitten erbij. Maar in ieder geval, vandaag wil ik het met jullie hebben over de 20.000 abonnees. Want ik weet niet of jullie het hebben gevolgd, maar ik heb afgelopen woensdag 20.000 abonnees behaald. En dat is insane. Ik ben er enorm blij mee dat ik dat heb gehaald. En ik begin nou steeds meer bij de grote jongens te horen, zeg maar. In ieder geval de Nederlandse Call of Duty commentators. Want als ik zo zat te denken, er zijn er een paar die Nederlandse Call of Duty doen natuurlijk. Die groter zijn. En dat is natuurlijk The King, 77NL. En Jaraski volgens mij 40.000, The King 50, ja iets meer natuurlijk, maar ongeveer. En dan kom ik met 20.000, maar ik kan niet zeggen dat er iemand is die nog boven mij staat qua Nederlandse commentaries, dus, of Nederlandse commentators eigenlijk. Dus misschien dat ik daar fout heb, maar ik denk dat ik ergens rond derde, vierde plek toch wel ergens sta qua Nederlandse commentators. Maar in ieder geval, daar ben ik heel erg blij mee, daar wil ik jullie allemaal enorm voor bedanken. Ik wou er nog een beetje een speciale video over maken, want ik heb het er vrijdag wel een klein beetje over gehad en volgens mij donderdag, woensdag of zo ook nog. En ik wil even een videootje maken waarin ik jullie vertel wat ik allemaal van plan ben om te gaan doen. Want we willen wel een klein beetje vieren natuurlijk, want 20.000 abonnees is gewoon een hoop mensen. En ik vind het gewoon vet als je nagaat dat er gewoon 20.000 mensen op die abonneerknop hebben gedrukt om mij te abonneren. En dachten van, hé, daar wil ik meer van zien. Dus dat vind ik enorm vet en hopelijk dat iedereen die nou nog steeds mijn video's kijkt, dat ze zullen blijven kijken. En ja, hopelijk dat ik gewoon kan uitgroeien tot ooit 100.000 abonnees hè, of zo. Dat zal wel even jaren 5 duren. Maar wie weet, dat zou heel erg mooi zijn. Maar in ieder geval, zoals ik net al zei, we willen het vieren, de 20.000 abonnees. En ik heb een paar dingen bedacht om dat te doen. En hopelijk dat jullie het leuk zullen vinden. Dus het eerste wat ik van plan was om te gaan doen, is een giveaway. En iedereen zal nou denken, nou, vertel maar op, we willen een giveawaytje winnen. Dus hetgene wat ik weg ga geven zijn... vier verschillende control freaks. En ja, hoeven niet verschillende, maar in ieder geval vier control freaks. En ik krijg er vijf gesponsord van Game Gear. En eentje ook er zelf, want ik heb er voor de PlayStation 3 heb ik ook control freaks. Alleen nou zou het wel handig zijn als ik voor de PlayStation 4 ook kon krijgen. Dus eentje ook er zelf, dat is voor de PlayStation 4. En de andere vier, die geef ik dus weg aan jullie. En ik zal even uitleggen hoe het dus zit. Want heel veel mensen denken ook dat ik gesponsord word door Game Gear. Maar eigenlijk word ik niet gesponsord. Dit heb ik dan met hun kunnen regelen vanwege deze 20.000 abonnees. Vanwege deze giveaway. Maar normaal gezien krijg ik niks van Game Gear. En ik heb natuurlijk die code in mijn beschrijving staan en in mijn banner. Dat is een kortingscode. Maar die heb ik voor jullie geregeld. Waardoor als jullie daar iets kopen, dat jullie korting krijgen. En ik krijg daar geen percentage van ofzo. Ik krijg verder rest normaal ook geen producten van hun. Heel veel mensen denken dat wel. Dat is niet het geval. Maar voor dit heb ik dat kunnen regelen.
En hopelijk ooit in de toekomst dat ik wel echt een soort van sponsorship met hun kan regelen. Dus wie weet dat dat ooit mogelijk is. Maar in ieder geval, ik geef dus 4 pakjes Control Freaks weg. En ik zal even uitleggen wat Control Freaks precies zijn. Want er zijn natuurlijk altijd mensen bij die dat niet weten. En Control Freaks, dat zijn bepaalde dopjes die je op de thumbsticks van je controller klikt. En je weet dat die thumbsticks, dat zijn die dingen waar je mee loopt, waar je mee aimt. Die knopjes, het zijn geen knopjes, hè, het zijn pookjes eigenlijk. En daar klik je ze dus op en daardoor kun je beter aimen. En het klinkt heel raar, maar als je erover nadenkt, het verhoogt iets. En als je zoiets verhoogt, dan heb je meer ruimte om te bewegen. Het is heel ingewikkeld om het uit te leggen, maar geloof me maar, het werkt. En anders moet je maar even op internet kijken als je precies wil weten wat het dus inhoudt. Maar in ieder geval, het verhoogt dus die thumbsticks. En daardoor kun je dus beter aimen. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat het veel fijner speelt. En ik heb dat nou voor 1,5 jaar volgens mij, zo'n control freak. Ik heb er ooit een van de maats van mij gehad. En daar ben ik hem enorm dankbaar voor. En ik heb er een voor de PlayStation 3. Die werkt ook voor de PlayStation 4. Maar ze zitten dan een beetje losjes. Want de PlayStation 3 thumbsticks zijn groter dan die van de 4. Waardoor ze dus een beetje overheen vallen. Dus daarom wil ik er eentje zelf houden voor de PlayStation 4. En het is gewoon enorm fijn. Want ik gebruik nu, zoals ik al zei, voor ongeveer 1,5 jaar. En als ik nou 1 keer zo'n control freak eraf haal, dan voel ik me echt serieus gehandicapt. Alsof het gewoon niet meer klopt. En dat is heel raar. Maar bij het begin zal het ook raar zijn. Want als je dan van niet control freak naar wel gaat, dan voelt het ook apart. Maar als je dan even, laten we zeggen, een paar dagen speelt, dan is het zo fijn en dan wil je niet meer zonder. En in ieder geval, in zo'n pakje control freak zitten er 2. Je hebt er in principe altijd maar eentje nodig. Eentje voor je links, eentje voor je rechter thumbstick. Maar iedereen gebruikt hem eigenlijk alleen maar voor die rechter waarmee je aimt. Want lopen heb je het niet echt voor nodig natuurlijk. Dus zodoende is altijd handig, heb je er 2. Soms heb je ook pakketjes, er zit 1 korte en 1 lange in. En dat is voor het afwisselen als jij graag wil wisselen ofzo. Maar in ieder geval, er zijn enorm veel verschillende control freaks. Je hebt de CQC's, daar zijn sowieso al wat kortere. En voor de rest heb je heel veel verschillende designs, verschillende kleuren. En zodoende heb ik een link in de beschrijving gezet voor jullie. En ik heb dus die giveaway. En mocht ik dus iemand uitkiezen die dus de winnaar is, dan kun je dus op de site van Game Gear kijken en op die pagina van Control Freaks welke er allemaal zijn. Want je mag zelf kiezen wat voor een je wil hebben, want er zijn dus voor die voor de old gen, dus de Xbox 360 en de PlayStation 3, maar ook voor de next gen, de PlayStation 4 en de Xbox One. Dus als jij zegt ik wil voor de Xbox 360, dan moet je me dan laten weten als ik je dan heb uitgekozen als winnaar. In ieder geval, hetgene wat je ervoor moet gaan doen is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is een comment te plaatsen, de video te liken en te abonneren. Dat is alles wat je moet doen. En ik zeg expres comment plaatsen, want anders kan ik niet echt een winnaar kiezen. Want ik doe het gewoon op precies dezelfde manier zoals ik de laatste keer ook heb gedaan. Dus je moet een comment plaatsen. Ik kies een random comment met een random number generator. Dat is dus een bepaald programma of een site. Waarmee je dus gewoon een random nummer van 1 tot en met weet ik veel kan kiezen. En die comment die is dan gewoon de winnaar. En dan kijk op je pagina of je geabonneerd hebt en of je geliked hebt. En zo ja, dan ga ik je contacteren. En ja, dan gaan we gewoon afspreken van welke jij wilt. Wat je adres is. En dan stuur ik hem gewoon op. Dus zo gaan we het doen. En dat is eigenlijk het idee. En ik had het in het begin van de video al. Ik heb er eentje van de PlayStation 3. En die werkt ook op de PlayStation 4. Maar het is ook zo. Die old generation thumbsticks die werken op de PlayStation 3 en op de Xbox 360. Bij de next generation is dat niet het geval. Maar die old gen die werken voor beide consoles. Dus dat is op zich wel handig om te weten. En ze werken ook op zich nog wel voor de PlayStation 4. Zoals ik net al zei. Alleen dan zitten ze een beetje losjes. Maar in ieder geval dat is iets wat ik dus wil gaan doen. Dus willen jullie deelnemen aan de giveaway, dan moet je dus een comment plaatsen. De video liken en abonneren. En dan kun je dus meedoen aan de giveaway. En ik kies dus 4 mensen uit. Dan mag je vervolgens zelf kiezen welke je wil hebben. Je kunt in de beschrijving dus kijken op de website van Game Gear. Welke er allemaal zijn en welke jij graag wil hebben. En ja, dan hoor ik het wel. In ieder geval de giveaway die eindigt maandagavond om om 6 uur. En dan zal ik hem dinsdag voor jullie de giveaway uitslag uploaden om 6 uur. Dus dat is het idee. En zo gaan we dat doen. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. In ieder geval, volgende week ik van plan was om te gaan doen, was een gaming setup video maken. En ik ga die proberen zo meteen te recorden. En het is nu nog licht. En dat is altijd een beetje een probleem als je het tegen de avond doet. Dan werkt het niet. Dus als het goed is, komt die morgen online. En dan hoop ik dat jullie dat leuk zullen vinden. Want ik heb al meerdere gaming setup video's gemaakt. Maar mensen willen toch altijd weer zien wat er veranderd is. En er is niet heel gek veel veranderd. Ik wil eigenlijk mijn complete setup gaan veranderen. Maar dat duurt sowieso nog een enkele weekjes. Dus ik heb dan nog niet helemaal op de planning staan voor hoe ik het wil gaan aanpakken. Dus dat gaat ander eventjes duren. Dus voor de 20.000 abonnees doen we eerst even een setup zoals het nu is.
En dan waarschijnlijk over enkele weken een nieuwe setup hoe het dan is. Want ik wil gewoon alles eigenlijk op één bureau hebben staan. En dat is veel makkelijker voor mij om commentaires op te nemen. En verder is het ook veel beter voor jullie als het gaat om de facecams. Want mijn facecam video's lijken de laatste tijd steeds slechter te worden. En ik snap het echt niet hoe het kan. Maar het is wel het geval, dus dat vind ik een beetje jammer. Dus als ik dan dichterbij sta en die webcam dus gewoon op een bureau kan zetten, dan heb je gewoon veel beter beeld. En dat is eigenlijk het idee. Dus alles op één bureau is mijn idee voor de toekomst. Maar dat is nou nog niet het geval. Dan heb ik gewoon een chillkamer met een lekker stoel erbij en alles. Maar dat is in ieder geval het volgende waar ik van plan ben. En het laatste wat ik wil gaan doen is een Q&A-serie. En ik heb meerdere Q&A's gedaan. Ik heb bij de 10.000 abonnees volgens mij Q&A gedaan. Volgens mij bij de 15.000 ook nog. Dus bij de 20.000 ook weer. Alleen nou wil ik niet één Q&A doen. Nou wil ik gewoon een complete serie starten. En de reden daarvan is dat heel veel mensen dat ten eerste willen zien van mij. Die willen gewoon een Q&A-serie hebben. Dus dat is het eerste. En het tweede is, zoals je deze gameplay ziet. Ik heb hier gewoon een random gameplay. Dus geen live commentary. En ik speel natuurlijk ook gewoon Call of Duty zonder dat ik altijd live commentate. En haal ik ook gewoon gameplay zoals dit dus. En ik doe verder eens niks met de gameplays. Die staan allemaal op mijn computer. En ik heb geen serie waarbij ik oudere gameplays nodig heb. En een Q&A-serie is juist zo'n serie waarbij je oude gameplays kan gebruiken. Dus daarom was het eigenlijk een beetje het idee. Zodat ik mijn oude gameplays eigenlijk kan gebruiken. Die ik tussendoor altijd haal. Want heel veel mensen die zien graag gewoon Counter-Strike gameplays zoals deze. En volgens mij is dit zo bijna een dubbel Counter-Strike gameplay. Ik weet niet of ik hem haal of niet meer. Maar in ieder geval, mensen zien graag zulke gameplays. Gewoon waar je hoge scores haalt, waarbij je camstrikes haalt. En dat is natuurlijk niet altijd live het geval. En ik haal natuurlijk zelf wel camstrikes. Maar die gameplays die gebruik ik gewoon nooit. En daarom dacht ik dus, misschien als ik nou een... Je gek dood, pak je lelijk. Misschien als ik nou dus een Q&A-serie gestart en dan gewoon wekelijks Q&A doe. Dan kan ik die gameplays gebruiken. En volgens mij zat ik hier echt op een dubbel camstrike streak. Volgens mij op de 20 of 21 dat ik dood ging. Ik heb het niet geteld. Maar ik kan me nog een klein beetje herinneren, want het is al heel lang geleden. Want volgens mij heb je van straks ook kunnen zien dat ik van vijfde prestige was in deze match of zo. Dus zo weet je gewoon dat ik al die oude gameplays nog opspaar. En ik record natuurlijk niet alles, want ik heb toevallig gisteren nog een lekkere gameplay gehaald. Vond ik echt jammer, want ik was bezig met die clan versus clan matches. En dan moesten wij Hardcore Team Deathmatch winnen. En ik had een camstrike gehaald in Hardcore Team Deathmatch. 29-0. Ik had hem helaas niet gerecord. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vonden. We hebben gewonnen met 3 punten verschil. Dus dat is op zich wel badass. In ieder geval, als jullie deel willen nemen aan de giveaway, dan moet je dus gewoon doen wat ik jullie net verteld heb. Een comment plaatsen, liken en abonneren. Dus als je de video leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.